Ik sta nog bij mijn werk voor. Ik moet nog gaan beginnen zometeen, maar de poort zit nog op slot. Dus ja, kijk, poort op slot. Het is vanochtend best wel een heftig ochtendje met Dylan. Dylan die had een beetje een eigenwijze bui vanochtend. Ik kreeg hem bijna niet aangekleed, dus ik heb hem maar aangekleed. Lunch wou hij niet klaarmaken, uiteindelijk toch maar gedaan, omdat ik zei van kom op, je hebt nog 5 minuten. Weet je, doe het nou even. En toen was hij uiteindelijk wel klaar. Dus dat is vanochtend een beetje chaos. Het enige wat ik heb gedaan is eventjes ochtendritueel buiten make-up om. Want ik heb geen zin om uitgebreid make-up tutorials te doen. En het is eigenlijk mijn snelle ochtend wakker worden ding. En nu sta ik in het dorp en ik probeer eigenlijk, het is nu best wel rustig eigenlijk. Dus ik probeer het eigenlijk nu wel. Nu durf ik het, maar als het heel erg druk is, weet ik het niet. En ik weet ook niet wat het is als jongeren langs komen fietsen. Dan weet ik ook niet of ik het durf. Maar goed, in ieder geval, ik ga zo werken. Als ik terugkom van werken, ga ik nog heel even wat opnemen. Dan ga ik nog eventjes editen. En dan moet ik naar Doetinchem. Want mijn zoontje heeft onderzoek voor LVB. Licht verstandelijke beperking. Klopt dat? Ja, dat klopt. Daar heeft hij onderzoek voor. En als we daarmee klaar zijn, dan gaan we weer terug naar huis. En ik denk dat Doetinchem wordt McDonald's. En dat wordt bij McDonald's ijsje eten. En dan zien we wel weer verder. Maar goed, ik denk dat ik vanavond alleen nog eventjes wat opneem. En vanavond eventjes uitleg van wat er allemaal is gebeurd. Waar de onderzoek over is geweest. Ik weet niet of ik veel merk daarvan. Want Dylan gaat alleen in gesprek met de psycholoog. Alleen in onderzoek en wij moeten wachten, dus wij gaan koffie drinken natuurlijk weer. En ja, dat is het eigenlijk zo'n beetje. Meer is er niet. En vanmiddag wordt gewoon makkelijk eten. Ik heb ook gezegd tegen Dylan, ik ga niet uitgebreid koken. Want ik heb geen zin in als ik van alles heb gedaan. En dan gaan we... Wordt het eigenlijk een korte avond, want ik ben eigenlijk nog steeds een beetje kapot van gisteravond. Dat is me een beetje zwaar gevallen. Ik ga stoppen. En ik moet nog even school bellen. En dan zie ik jullie straks weer als ik klaar ben. Oké, doei! Day 2. Wat ik dus wil zeggen was, we waren naar karakter geweest. Het was niet echt veel aan. Ik kan nog niet echt veel zeggen wat er is gebeurd en hoe het is gegaan. Dylan is nou netjes de tas aan het inpakken, of was het vanmorgen, dan hoeven we dat morgen niet te doen. Vandaag een beetje een korte vlog. Ik ben een beetje rustig met alles. Ik ben een beetje in gewoon breathe in, breathe out mode. En komt goed. Dus, maar goed, ik ga even gauw een video uploaden. De intro. En ja, dan zie ik jullie morgen weer. Want dan ga ik daarna even editen, want ik heb nog 2 video's die ik in elkaar moet zetten. Of 1. 1. 1? Ja, 1. Oké, nou. Doei doei! Tot morgen!